hoe meer aandacht, hoe beter inderdaad. Dan blijft er toch leven onder de mensen dat hij vermist is. Vanaf vandaag gaan bezorgers van Deliveroo rondfietsen met foto's van 5 verschillende vermiste personen op hun rugzak. In de hoop dat iemand ze herkent. We hebben dit eigenlijk gedaan omdat we in Engeland hebben gezien. Hebben we een soortgelijke actie gedaan. En daar was het eigenlijk een heel groot succes. In Engeland is het sowieso wat normaler om dit soort vermissingszaken onder de aandacht te brengen. In Nederland gebeurde dat wat minder. En wij dachten, vanwege het succes in Engeland, waarom zouden we dat niet nou ook naar Nederland brengen? Nou, we hopen natuurlijk dat er een hele goede tip binnenkomt voor alle 5 de zaken. Waarmee we kunnen zeggen van oké, hiermee kunnen we de zaak oplossen. En in zijn algemeenheid is het doel dat we aandacht vragen voor vermissingen. Want die aandacht is hard nodig als je het aan de achterblijvers vraagt. We hebben al geen aanknopingspunten. En als er dan ook geen aandacht voor is, dan is het net alsof het niet belangrijk meer is. Voor de bezorgers van Deliveroo is het onderwerp wel degelijk belangrijk. Nou, ik vind het een heel goed idee, want we zijn zichtbaar in het verkeer. Veel mensen zien ons. Dus laten we hopen dat er misschien een resultaat uit volgt. Je hoopt uiteindelijk dat door de aandacht voor de vermissing van Sydney en het beeld van Sydney op die tassen, dat er toch iemand is waar ineens een lichtje bij gaat branden en die zegt van hé, maar die jongen die heb ik ergens gezien. En dat er op die manier toch een tip binnenkomt over de vermissing van Sydney. Deze 5 worden nu uitgelicht, maar er zijn nog veel meer mensen vermist. En er zijn heel veel achterblijvers die zitten met een open einde. Die kunnen het niet afsluiten. Ze zitten met heel veel vragen en heel veel verdriet. En voor hen noemen we dit